Dank jullie wel voor jullie applaus. Ik ben erg blij om vandaag hier te gast te zijn. En ik ga jullie iets vertellen over een kunst. Oh, ja, sorry. Ben ik nu beter te verstaan? Ja. Ik ga jullie iets vertellen over een kunst die men kan inzetten als de baas ontzorgd wil worden, als de creativiteit van de medewerkers gestimuleerd moet worden om het denken in processen en procedures te vervangen door het denken in mogelijkheden, als een bedrijf flexibel of flexibeler wil worden en ook als een bedrijf meer winst wil maken. En waarom is het een coole kunst? Ik moet denken aan Jaap Boomstra. Hij zegt, een adviseur is een artiest die samen met anderen een nieuwe realiteit creëert. En een dergelijke adviseur gaat hij verder combineren, neemt zo onafhankelijk mogelijk waar, maakt zich een voorstelling van hoe het zou kunnen zijn en vervolgens gaat hij samen met anderen die nieuwe realiteit creëren. Want innovatie en verandering, dat laat zich niet opleggen. Het gaat om het faciliteren van een nieuwe cultuur en die moet samen gecreëerd worden. De kunst van cool gaat dus over relaties, over interdependence, over sociale innovatie op de werkvloer. En dat doe ik vanuit mijn achtergrond van klassiek opgeleide pianisten die zich heeft gespecialiseerd in de uitvoering van moderne klassieke muziek, oftewel hedendaagse muziek. Even voor de duidelijkheid, men kan zeggen dat de hedendaagse muziek is de voortzetting van de muziek van Mozart en Bach anno nu. Jacob ter Veldhuis, de componist van het eerste stuk, maar ook alle andere componisten die deze muziek schrijven, kan men beschouwen eigenlijk als de Mozart van vandaag. En die hedendaagse muziek kan zowel gedirigeerd als ongedirigeerd zijn. Heel veel ensembles kiezen ervoor om zonder dirigent te werken. En dat is het deel waar ik mij op focus. Dat is in ieder geval het deel van de hedendaagse muziek die het doel van mijn presentatie dient. Ik wil jullie een filmpje laten zien. Return on Ideas. En ook nog Return on Involvement. Denk u aan het voorbeeld van het ballen ensemble. Dit lijkt me trouwens een goed moment om iets meer te vertellen over mijn achtergrond. Ik zei dat ik klassiek opgeleid ben. Ik ben op mijn 9e begonnen met een professionele opleiding. En ooit, veel later, heb ik een master's degree behaald in Amerika. In de loop van mijn leven heb ik dus meer dan de 10.000 uur geoefend die nodig zijn om iets goed te kunnen. En dan beslis jij om je te specialiseren in moderne klassieke muziek en ontdek je dat dat niet genoeg is. Want in tegenstelling van de klassieke muziek, er is voor de hedendaagse muziek geen markt. Die moet je zelf creëren. Dus jij begint bij het goed spelen, zo goed mogelijk spelen. En vervolgens word je eigen agent, word je ook je eigen manager, moet je strategieën bedenken om jezelf in het buitenland te plaatsen. En ik heb zelf ook op een gegeven moment een stichting opgericht om producties te kunnen realiseren. Kortom, je begint met één job, zo goed mogelijk spelen en na verloop van tijd heb je dus 36 andere voorbij gekregen. Een plaatje van ongeveer 32.000 euro. Waar de kosten, ik weet niet of u dat kunt zien, de integrale mobiliteit. En er is ook winst natuurlijk in de vorm van human potential. Want deze productie, de wijze van samenwerken, was identiek aan de wijze van samenwerken van de muzici van het ballet ensemble. Ieder van ons moest een aantal taken vervullen. In sommige van die taken waren wij goed. De componist had natuurlijk goed in notjes schrijven en ook in elektronica programmeren. Maar hij had nooit een show met lasers gedaan. Hij moest dus zijn programmeertaal van de elektronica vertalen naar licht.
Ik was goed in pianospelen, ik was een van de pianisten. Ik kon ook redelijk goed acquisitie doen, maar we hadden sponsor nodig. Want veel zalen waar de hedendaagse muziek gespeeld wordt, hebben niet alleen niet eens een piano, maar laat staan twee vleugels. Ik laat jullie een plaatje zien van Infocaster. Het is een bedrijf in Arnhem. En zij zeggen, zij plaatsen soms vacatures. Interesserend kunnen zijn in de maar de plannen voor de toekomst zijn van iemand. Daar in bestaat het leven. Maar het is een verleden dat we zo zeggen, maar ook zijn maar de toekomst, waar we naartoe gaan, dat ga je graag. Het is een heel mooie term van de favoriete curriculum. Op die manier krijgt leiderschap dus een nieuwe betekenis. Het gaat om het aanmoedigen van de personen. De presentatie is nu af. En ik zou het heel erg leuk vinden als jullie vragen hebben. Is er dat, bij dat, is er dat was geen dirigent, maar ik neem aan dat van tevoren wel wat afgesproken is. Dus, je kan niet zomaar met iets beginnen. Dus, er ligt al wel iets in de kaal en een richting waar je naar uitgaat. En dat zou je als dirigent kunnen doen. Nou, in dit geval, er is sprake van heel veel self-study. Op het moment dat je gaat repeteren met anderen, dan kun je je eigen partij al heel goed. En dan, omdat deze mensen op zoek zijn gaan naar elkaar om... Ja, dank u wel.